Ja, we gaan zo lopen naar kindertjes. Loop. Kandelvie, Rijka en Ellie. Ja, maar weer heel veel straatlantaarnpalen die het weer eens niet doen voor de zoveelste keer. En ze zijn er pas geleden nog bij geweest. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is reeds al middag, maar dat maakt even niet uit. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ben bovenal bezig geweest met de was, etc. Dus wat dat er gaat, al druk gehad. Ik ga zo meteen de meisjes weer uitlaten en ik denk dat ik daarna even bij een maatje op bezoek ga. Ik weet niet of die in de vlog wil, ik denk het van niet. Want zo is hij niet, hij is helemaal daar niet van. Maar oké, ik ken hem al jaren. Hij is ook minder verliede. Ik zeg altijd, hij heeft anderhalve poot. Ja, ik heb hem wel eens al voor de Berlins gehad, ja, in de stad. Maar ja, hij weet dat ik vlog, dus dan boeit het mij niet. Want hij komt langs mijn wens en niet ik langs hem, weet je wel. Maar, en dan ga ik naar zijn huis toe, kijken of hij thuis is. Tenminste, ik zal niet eens bellen, dan komt het gelegen. En dan zullen we het beleven. En dan ga ik wel even op mijn scootmobiel, anders gisteren heel druk gehad. Dat weten jullie niet. Ik heb Stefan dus gehad, dat weten jullie wel, want ik heb gisteren maar één keer gefilmd. Maar druk, druk, druk en ik heb helemaal nergens meer aan gedacht. En toen op een gegeven moment dacht ik eraan en ik denk, toen kwam er wat tussen, ja. Is ook zo, kwam er wat tussen en toen ben ik het weer vergeten. Ik denk, nou, morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus ja, gewoon doorgaan met die banaan en geniet van het prachtige mooie weer. Dat hebben we weer, ja. Dat hebben we weer in de pakket, of niet dan? Ja, we gaan zo lopen naar kindertjes. Loop! Kandelvie, Rijka en Elling. Stel je maffe Trine. Hé? Stel je maffe Trine. Ja. Dus ja, dat dus allemaal. Maar in ieder geval, ik doe verder vandaag niks. Ik zou de was op gaan vouwen, maar hier beneden dan. Maar. Nee, ik heb die man al zo'n tijd niet gezien, weet je, dus ik wil even naar hem toe. Ook zijn vrouw, die is, tenminste zijn vrouw, de vriendin, die is vorig jaar overleden, dus ja, dat vind ik ook bizar allemaal voor hem. Ik zal eerst kan dat zo eten geven. Ja. En gisteren had ik uiensoep klaargemaakt en dat smaakte lekker, ja, voortreffelijk. Dus ja, helemaal nergens aan gedacht om jullie er even bij te pakken. Maar ja, dat kan zo geschieden. Ik ben pas ziek geweest vorige maand. Bijna alweer 2 maanden. Nou ja, nee, ik ben een hele dikke maand ziek geweest. En ik heb nog de naweeën van, weet je. Dus het gaat me echt niet in de koude kleren zitten. Ik ben zo nu dan futloos. Geen energie. En ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat heeft iedereen. Die ziek geweest is en vooral in zo'n erge mate als ik het was. Ja, ik bedoel, die ligt er 14 dagen achter elkaar zo wat te slapen. Oké, ik was wel zwakker. Moest ik naar de wc, deed de meisjes gelijk naar buiten. Keek kan als het eten na. Ik keek hun bak na met drinken en eten. Nou, en dan bleef ik weer even beneden om ook zelf te eten en een beker thee met gember te drinken. Dan konden hun ook even eten en en even lekker de tuin in, et cetera. En dan bleef ik gewoon een uurtje, anderhalf uurtje beneden. En dan ging ik, hup, met die meiden weer naar boven en Gandalf. En dan was ik slapen. Ja, dus ja. Af en toe was ik even wakker en dan sliep ik gewoon weer. Dus ja, het was meer slapen dan dat ik er wakker was toen. Ik kreeg niks aan doen, maar oké. Dat heet je met een virus. En het andere woord, dat mogen we niet meer zeggen van de geleerden. Want er wordt er video's afgeknald. Heb ik al gehoord. Bij mij is dat nog niet gebeurd. Maar ik heb het van anderen al gehoord. Van dat je erom denken moet. Want dat woord mag je niet zeggen. Want dan wordt je video's eraf gehaald. Oké dan. Maar hoe zit het met een.
demonstraties ervoor, weet je. Dan staat het woord ook in de titel er vaak wel onder. Maar ja, wie ben ik? Ik heb er verder geen verstand van. Ik zal proberen het woord niet meer te gebruiken dan het woord virus. Of gewoon de griep. Ja, het is een griep. Dat ook nog. En ja, ik weet het anders verder ook niet. Ja, ik zit even naar Kamel te kijken van waar zit jij? Hij zit met zijn staart vlak bij mijn wiel, dus ik moet uitkijken. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Ik ga proberen ook te genieten. En ik wens iedereen een hele, hele fijne, liefdevolle middag. En tot later. Ja, lieve vrienden, een hele goede avond alweer. Ik moet even wat minimaliseren, anders zie ik niks. Daar. Zo, dan zien we tenminste wat. Het is vandaag natuurlijk alweer 19 uur, 7 uur. En jullie weten dat ik vanmiddag even op visite zou bij een maatje. En dat is geslaagd geweest. Ja, we hebben het heel gezellig gehad. En nou ja, Karin daar nog aan de telefoon gehad, terwijl ze in de auto zaten. Ik heb haar nou weer aan de telefoon, ik heb haar enkel zacht gedaan. Ik ben ook net weer thuis met de meisjes, die heb ik even uitgelaten. Dus ja, zometeen even een lekker hapje eten zou ik zo zeggen, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Nee, dat moet nog even. Wat is dat nou weer? Jij bent weer bezig aan het plukken? Nee, oké. Dan komt het denk ik uit de mond. Ja, geloof me wel. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ja, het was vandaag prachtig mooi weer, vond ik tenminste vanmiddag. Enkel nou dat ik de deur uitging met meisjes te lopen, was het dan niezeren. Maar het is ook weer droog. Enkel, het is weer heel erg donker buiten. En dan zei je, ja, het is toch ook donker. Ja, maar weer heel veel straallantaarnpalen die het weer iets niet doen voor de zoveelste keer. En ze zijn er pas geleden nog bij geweest. Maar wat ze gedaan hebben, ik weet het niet. Nee, maar het is wel eng en gevaarlijk. Ja, er moet maar een tegel losleggen of wat dan ook. Of wat omhoog en naar beneden, weet ik veel wat. En je kan je nek lelijk breken op die manier. Want ja, ik vind het bizar. Om de havenklap is dat uit. Maar ja, oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Gaan ik ook doen.